Een hele goede maandagavond. Ja, in de game-serie ben ik erachter gekomen dat we toch liever uploaden op maandagavond 6 uur. Want dan zijn jullie gewoon online. Dus veel logischer om dan te uploaden. Dus vandaar dat er een uh, verandering is in het uploadschema. Dus deze game-video's kun je iedere keer verwachten op maandagavond 6 uur. Welkom bij deze nieuwe video. We zijn aangekomen bij deel 4 van de Legacy Family. Uh, we zijn eigenlijk die Legacy Family aan het opstarten. En dat doen we door middel van de nieuwste uh, uitbreidingspakket. En dat is For Rent. En ik heb een vriendinnetje vandaag. Dit is Dolores die wilde heel graag schoot. maar volgens mij wil ze liever spelen. Maar dat ga ik niet doen. We gaan niet spelen, we gaan een video opnemen. Dus laten we gauw beginnen. En voordat ik ga beginnen, wil ik je vragen om te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, zet het notificatiebelletje aan zodat je nooit meer iets hoeft te missen. Oké, okay, nu gaan we echt beginnen. Kijk uit voor schimmel. Oké, oh, okay, daar zijn we. Linda zit lekker aan het eten, <laughs> Tariq is ook thuis. Ze zijn hartstikke in love met elkaar. Ik denk dat het tijd is om de boel een beetje op te schudden. Misschien dat er deze aflevering wel wat liefde kan komen. Wie weet. Eerst moeten we die, uh, die huurders een beetje uh, vrolijker krijgen. Want die hebben natuurlijk net die opstand achter de rug. En dat uh, vinden wij heel kwalijk. Dus daar gaan we mee aan de slag vandaag. Ondertussen ga ik even kijken. Ik moet drie patiënten behandelen. Ja, uh, ik ga toch niet mee op naar haar werk. Dus dat zoekt ze maar. Lekker zelf uit. Zij voelt zich goed. Dus ze gaan lekker eventjes. Uh, nou, weet je wat? Als zij zich toch goed voelt. Kan zij wel naar de uh, huureinheid gaan. Kan tarik lekker even douchen. Uh, slapen. En dan kan zij wat onderhoud uitvoeren. Want daarmee verbeter je toch... Uh, Kijk onderhoud, dat is ondermaats nog. Dus als we dat verbeteren, ik weet niet of ik nu aan de goede kant zit trouwens. Nou, we gaan onderhoud doen, want dat versterkt, uh, uh, verbetert de de huur. Krijgen we minder snel weer een opstand? Nou, kunnen we binnenkomen? Denk het wel, hè? Uh, op de deur kloppen. Heeft ze nou er eten in haar zak gedaan? Ga dat maar even opeten, want daar was je toch al mee bezig. Wordt ze boos als ik met haar eet? Oh, misschien kunnen we eventjes uh, de toonimari kennismating doen. Dat is volgens mij van, dit, uh, van, dit, uh, van deze wereld. Dat heet dan de Toonimari. Nou, dan zijn we eens eventjes aan het noteren wat er allemaal aangepast moet worden. En ondertussen zijn ze lekker aan het kletsen met elkaar. Dit zie ik als goede. Uh, ja, goede opwerking met je huurders. Goede bandopbouw. Ah, nou is ze daar de onderhoud aan aan het doen. Ze heeft de inspectie al gedaan. Goed dat ze dat in voor de neus van de huurder doet. Zo van, kijk eens hoe goed wij zijn in inspectie en onderhoud. Ja, de koelkast gaan we ook even bekijken en onderhouden. Dan kan dat vast ook bij het fornuis. En nou, dat is ook gedaan. Dan gaan we daarna eventjes naar het toilet. Die gaan we ook doen. Die gaan we doen. En die gaan we doen. En dan heb ik alles gedaan in dit appartement qua inspectie en onderhoud. En dan mag ze daarna lekker naar huis. En dan kan Tarek het andere appartement onderhouden. Kijken of dit dan verbetering is. Ondermaats nog steeds. Apart. Ja, de douche als laatste. Dan hebben we alles gehad. En dan kan ze weer naar huis gaan. Oké, okay, ben je bijgeslapen? Ondertussen, ja. Uh, opruimen. En... Kijkjes uh, pakken. Uh, hier naartoe brengen. Nou, dan gaan we haar even laten slapen. Oh, het is nu wel laat. Misschien kan ik nu geen onderhoud meer doen. Ik moet wel een onderhoudsbeurt doen voor de vastgoed eigenaar goal dus ik ga het toch uh, gaat toch doen zou die in zijn badjas gaan of zou die zich wel aankleden voordat hij gaat komen we nu achter nee ah, deze badjas vrijwaring eigenaarsperiode de huurcyclus voor de is er opnieuw begonnen en het geldt tijd 5 op, op dinsdag Telkens als een huurcyclus wordt, tot het begint om 9 uur de volgende dag, de vrijwaringsperiode van 24 uur gedurende deze periode, kan de eigenaar huurders uitzetten of de huur verhogen zonder dat dit gevolgen heeft voor de eenheid. Nou, gaan we eens even kijken. Uh, dan gaan we dat omhoog zetten. Oh, kan dat dus nog niet? Oh, wel. Zo, en bij die andere heb ik het al. En bij deze ah, kun mooi op 140 zetten. Daar verdienen we in theorie nu al geld mee. Oké, okay, een onderhoudsgebeurtenis is nog niet voorgekomen. Dus uh, dat kunnen we ook nog niet uitvoeren. Ik vind het toch wel gebrekkig en ondermaats. Dan denk ik, hoezo? Uitbouwen met milieukenmerken om de rangkwaliteit te verhogen. Houten eenheid... Gemeenschappelijke ruimte schoon. En repareer, begroeten en initieer nieuwe. Oké. Okay. Dan zullen we haar eens begroeten. Hè? Zullen we dan een kussengevecht doen? Is dat leuk? Ik bedoel, als ik ergens ga logeren, als ik ergens een huis huur en dan met de huurbaas op het bed een kussengevecht doe. Dat is een ander level van bonding, toch? Ik denk dat hij gewonnen heeft. Linda, gaan we nu naartoe? Die zal inmiddels wel bijgeslapen zijn. Ja, die is alleen een beetje hongerig. Hier naartoe brengen. Wat wil hij nog doen? Ja, ik denk dat hij toch eventjes moet douchen. En. Nou, weet je, slapen is voor apen. Dus als zij het bordje leeg eet en hij gaat even douchen, dan gaat hij haar verleiden. Verleidelijk verluisteren. Daar begint het mee. Hallo, ik vind jou een beetje leuk, zegt hij dan. Zo makkelijk kan het gaan, hè? Hé, hey, schatje. Wat zie je er leuk uit? Publiek. Ik ga even ondertussen op mijn telefoon. Want ik ben een potte lul. Toch wel. Fysieke intimiteit. Nou, handje vasthouden. Ah, oh, ze vindt het helemaal leuk. Oh, want er hangt liefde in de lucht. Oh ja. Ze houdt van fysieke intimiteit. En ja, uiteindelijk weet je waarom iedere man lief doet natuurlijk. Hè? Uiteindelijk belanden ze in bed. Er moet een legacy family gestart worden. Dus er moeten baby's komen. Maar gaan we vandaag al aan een baby maken of gaan we eerst een beetje knuffelen? Die badjas. Oké, okay. we gaan het proberen. Oh, gaan we van thuis werken? Thuis werken vandaag, toch? Was het de bedoeling? Over omstandigheden klagen. Maar wij zijn. Wij huren niks. Wij wonen hier gewoon. Kan ik niet doen. Jammer. Dat ging niet helemaal goed. Maar zij hebben een babytje gemaakt. Dat weet ik niet zeker natuurlijk. Dat denk ik. Even kijken of we zwanger zijn geworden door dat ene Wippie. Dat zou toch wel wat zijn, hè? Dat je één Wippie doet en dan vervolgens meteen zwanger. Niet zwanger. Ik zei al, dat is gewoon een kleine kans. Ben je verdrietig? Is ze verdrietig erover? Even kijken. Volgende keer lukt het wel. Volgende keer dan gaan we gewoon een mooie baby maken. Gaan we eerst een romantische film kijken en dan gaan we het doen. Eén He, keer geprobeerd. Het maakt echt niet uit. Maar eerst even slapen. Oké. Okay, Linda is gaan werken en Gunther is thuiswerken. Dus ja, die hoeft niet zoveel thuis te doen. Want het klusje wat hij moet doen, kan hij helemaal niet doen thuis. Dus uh, hij gaat een beetje lamballen. Misschien wat uh, letsen met zijn. Uh, met de mensen die, uh, waar die een camera verhuurt. Oh, ze is verdrietig. Niet in verwachting geraakt. Kijk het sippe koppie nou. Niet in verwachting. Sip. Een aubergine-kikker hebben we. Hij is beduust. Zij is beduust. Hoe kan dat nou? Hoezo ben je beduust? Over huurprijzen kletsen. Kijken wat ze ervan zegt. Oh, ze vindt het oké. Okay, dus uh, ze vindt het niet erg dat ik het duurder heb gemaakt. Even naar de huuromstandigheden vragen. Kijken wat ze daarvan vindt. Oh. Oh. Nou, het is zeker leuk dat de huurder net zo authentiek houdt. Maar Tarik voelt zich niet echt gesterkt door zijn zware inspanning. Ja, hij heeft slechte feedback gekregen. Nou, nou, dat was niet precies de insteek die ik had. Ik vind haar niet zo aardig eigenlijk. Zij is vervelend. Hoofdcommandocentrum. Hij is fucking astronaut. Hoe cool. Dat is echt heel cool. Vuilnisoverdosis. Hier in het Ver Van der Koest. Verdrinkt de huureenheid uh, in het berg afval. Bezoekt de huureenheid om. Oké. Okay. En welke is dat dan? Gaan we even kijken hoor. Nou, dan gaan we eerst deze van huureenheid um, bezoeken. Staat niet bij, hè? Is hier heel veel afval? Nou, het valt reuze mee. Dit is het. Onderdelen verzamelen. Weggooien. Kijk, twee onderdelen verzameld. Wat? Waarom? Kom hier. Ga niet daarheen. Hier staat... Waarom zover? Dit gaat veel te lang duren. Kijk. Nou, ik krijg het niet. Dan moet ik het super ver weglopen, dus dat gaan we niet doen. We gaan 200 euro betalen zodat iemand anders het komt doen. Oké, okay, we kunnen naar huis. Gespannen is ze. Oh nee, dan moet hij hier uh, naartoe komen en haar een massage geven. Wat is er, Moppie? Kan ik je helpen? Ik ben zo gespannen. Ik wilde zo graag een kindje, maar het lukt niet. Het ging zo... Ik wilde zo graag... Laat mij je een massage geven, schat. Dan komt alles goed. En daarna gaan we lekker een romantische film bekijken. Nou, we samen naar een romantisch filmpje kijken. Het ziet er nog niet heel romantisch uit. Maar dat wordt het wel. Zo, so, deze film is zo romantisch. Ik kan het niet meer aan. Ik wil er zoenen. Ik wil er gepassioneerd zoenen. Kindje proberen. <laughs> Dit is zo niet charmant, kindje proberen te maken in de vuilniscontainer. Nee, laten we het gewoon in bed doen. Oh, deze romantische film. Die heeft er wel zin in. Die heeft helemaal de juiste setting gemaakt. Laten we gewoon naar bed gaan, moppie. Gaat het lukken? Oeh, oeh. Ze zijn op zoek naar uh, elastiekjes. Zij is de elastiekje kwijt. Als je je afvraagt wat hier gebeurt in bed. Ze zijn een soort uh, slaappaaltje aan het voorlezen voordat ze gaan slapen. Oh, volgens mij hebben ze hem bijna gevonden. Oh, kijk hoe blij ze zijn. Nou. Tweede zwangerschapstest. Is het gelukt? Eten voor twee. Ja. Ik ga het meteen tegen Tarek vertellen. We krijgen een baby. Yay. Oh, wat fijn. Dan ga ik eerst even plassen. En dan ga ik slapen. Nou, wat een. Dan kunnen we hem toch nog leuk afsluiten. Deze video. Want nu begint de Legacy Family echt. Want er is een baby op komst. We gaan uitbreiden. Superleuk. Dank je wel weer voor het kijken naar deze video. Mocht je hem leuk vinden, geef het een duimpje omhoog. Heel erg bedankt voor iedereen die in bij de afgelopen video's al een reactie had achtergelaten. Ik reageer op alle reacties en ik zou het heel leuk vinden als jij ook even een reactie achterlaat. En laat me vooral weten wat jij graag wil zien in de volgende video van de Legacy Family. Dankjewel nogmaals voor het kijken en ik zie je bij de volgende video. En de game video's komen iedere maandag om 6 uur. Doei!